ga even zitten, zou ik zeggen. Welkom allemaal. Ik weet dat er een heel aantal mensen is vanmiddag die hier regelmatig is, die ik hier ook regelmatig zie. Maar ook een heel aantal mensen die ik hier nog nooit heb gezien. Speciaal welkom voor al die mensen die misschien wel denken van ja, nou zit ik in een kerk. En ik hoop dat je het naar je zin hebt. De kerk is in ieder geval een plek waar iedereen welkom is. Waar je, om het maar even lekker te zeggen, waar je gewoon mag zijn wie je bent. En waarvan we ook hopen, en dat hoop ik persoonlijk ook, dat we allemaal iets mogen ervaren van God, van Gods aanwezigheid, van zijn liefde. En we zitten hier natuurlijk vanmiddag ook, omdat René en Jan zijn getrouwd en zij willen ook samen met ons een zegen vragen over hun huwelijk. Nou, ik denk zelf dat een zegen van God in een huwelijk ontzettend belangrijk is. Ik weet zelf ook uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn in een huwelijk en hoe afhankelijk je daarin bent van God, van zijn wijsheid, van zijn genade, van zijn vergeving. En dat wens ik jullie ook toe, want ik weet zeker dat die genade van God onuitputtelijk is en dat je leven daar zo mooi van wordt als je op hem bent aangesloten. Nou, ik weet dat jullie dat willen, ik weet dat jullie dat zijn en ik wens jullie toe, op voorhand al, dat je dat ook in je huwelijk samen zult zijn. René en Jan, we gaan, ik heb ook nog iets opgeschreven wat ik moet voorlezen, wat een beetje ingewikkeld is. Dat is Ut fuslek mindan romaniai vendegat. Oké. Nou, het gaat me niet om dan een complimentje te incasseren, maar het gaat me erom dat jullie ook hartelijk welkom zijn. Maar dat moet ik dan zo zeggen. Ja. Mooie dienst gewenst allemaal. Ik wil jullie graag uitnodigen om te gaan staan, want dat is altijd een moment in de kerk dat we ons richten op God en ons openstellen voor hem. Zit alles er nog aan, René? Onze hulp verwachten wij van God. En onze verwachtingen zijn gericht op hem die nota bene de hemel en de aarde heeft gemaakt. De eeuwige God die altijd trouw is en die hier ook vanmiddag in ons midden wil zijn. Lieve mensen, we mogen elkaar begroeten in zijn machtige naam. Genade voor jullie. Vrede voor jullie. Van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. En ik hoop dat jullie je met de genade en de vrede van God ook echt de vrede in je hart zullen ervaren in de aanwezigheid, in de nabijheid van God. We gaan twee liederen zingen. Questions, dat gaat over vragen. Soms is ons leven een worsteling, een chaos, maar dan is God wel bij ons. Nou, ik denk dat Jan en René... questions, all of our searching. When we are wrestling, you don't let go. All of our fears and doubts, all of our anxious thoughts. When we are restless, still we are held. Lord, I believe, but help my unbelief. The questions come, but you remain. The battles roar, but still you reign. And I believe one thing will never change. You are faithful, you are faithful. In all of our chaos, you will be constant, you can be trusted above it all. All of our fears and doubts, all of our anxious thoughts, you are not absent within the storm. No, the questions come, but you remain. Oh,
come with reverence. Surrendered at your throne. And I trust your word. I trust your heart. I trust your name. I trust my God. Worship him. Move beyond all the unknown to the known, to a God who's on his throne. You're over my life. You're reigning and ruling with sovereignty, with kindness, with goodness, with greatness, with mercy.
Gaat u zitten. We zijn vanuit allerlei verschillende plekken, landen, samengekomen. God maakt ons één. We zijn allemaal mens voor hem, kind van hem. En laten we zo ook samen bidden, praten met God, naar zijn troon gaan. Vader in de hemel, we komen bij u op deze bijzondere dag voor Jan en René en hun families. Dank u wel dat we met elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dat u ook alles te maken wilt hebben met Jan, met René, met hun leven, met hun toekomst. Maar dat u ook alles te maken had met hoe het allemaal begon. U hebt hen geschapen, u hebt ze bedacht, u hebt een plan met ze. En zo mogen we vandaag ook weer stilstaan bij dat grote wonder. U bent de eeuwige God. U was er al voordat de wereld tot stand was gekomen, de aarde waar wij op wonen. Maar ook dat melkwegstelsel, al die melkwegstelsels. U hebt het gemaakt, voordat het er allemaal was, was u er ook al. En u bent onze God, onze Vader zelfs. Dank u wel, Heer. Dank u dat u ook zo betrokken bent bij ons leven. Dat u er elke dag bent. Dat u ons leidt, dat u Jan en René bij elkaar brengt. Wat is dat gaaf, dat u dat hebt bedacht. Dat u daarin de leiding had. En dat Jan en René ook het in hun hart hebben om uw weg te zoeken en te vinden, samen ook. Wilt u ze daarin helpen? En geef dat deze dag, vandaag, dat het in hun leven echt een heel bijzondere dag mag zijn. Een dag dat ze zich aan elkaar verbinden, dat u zich aan dat huwelijk verbindt, en dat hun leven opnieuw heel duidelijk staat in uw perspectief, in uw plan. Heer, laat dat maar merken. We bidden erom. En dat deze dienst voor ons allemaal ook een bijzonder moment mag zijn. Bemoedigend, onthullend, wat ook maar. U weet wat we nodig hebben. Wees hier, Vader, in Jezus' naam. Amen. We zingen nog een lied, Kracht van uw liefde. En daarna mag ik jullie iets vertellen over het huwelijk. Wat is er? Wat? Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd
Er zijn tegenwoordig veel mensen die niet trouwen. En daar dan ook bewust voor kiezen. Die kiezen voor een andere samenlevingsvorm. Al dan niet een juridische verbinding. Hè, dat kan allemaal tegenwoordig. In de kerk hechten we wel aan een huwelijk, aan zo'n echte verbinding. Omdat we geloven dat dat ook de bedoeling van God is. He, dat twee mensen één worden. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Er wordt in het begin van de Bijbel verteld dat God Adam maakt, dat hij Eva daarbij maakt. En dan heb je twee mensen. En dan staat er in het tweede hoofdstuk van de Bijbel: dan zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam worden. Die twee, God wil er een eenheid van maken die een eenheid voor het leven is. En dan kiezen een heleboel mensen daar tegenwoordig niet voor. En nou ja, we kunnen dat aan elkaar vragen van, doe je dat zelf wel en waarom dan of waarom niet? Hè? Maar vaak zit daar ook wel iets in van, het huwelijk is ook wel iets ouderwets en iets beklemmends. En dan zit je aan elkaar vast en dan kan je bijna niet meer los. En dat is niet leuk, want je wil ook wel weer vrij zijn. Nou, allerlei overwegingen kunnen mensen erbij hebben. En ik denk, hè, als je dat bekijkt vanuit menselijke ervaring, vanuit menselijk perspectief is er ook best wel reden om zo te denken. Want het is helemaal niet altijd fijn. Het was vroeger ook helemaal niet altijd fijn in een huwelijk. Hè, dus dan ga je denken van, moet je dat nog wel doen? Maar wat leer je nou in de Bijbel? In de Bijbel leer je om te kijken naar dat huwelijk en naar een man en een vrouw vanuit Gods perspectief. En dat is anders. Dat is ook dat lied wat we net zongen. Hè, dat je mag leven in de kracht van Gods liefde. God wil door jullie, hè, René en Jan, iets heel moois uitwerken. Je mag zweven als op de wind, hè, met vleugels. Nou, sommige mensen vinden het een te zweverig lied, maar het mooie van zweven is natuurlijk dat je zweeft op andermans kracht. En dat mag ook in jullie huwelijk gebeuren. Hè, dat je zweeft, dat je leeft op de liefde van God, op de vergeving van God, op de genade van God. En dat jou vleugels geeft, dat jullie samen vleugels geeft en dat zo je huwelijk een heel bijzondere bedoeling krijgt. He, dus wat ik wil zeggen, als je bij menselijke ervaring begint, is een huwelijk best een riskante onderneming. Maar als je bij de bedoeling van God begint, dan wordt het eigenlijk heel mooi. Want God belooft jullie ook dat hij die wind onder de vleugels bij jullie zal geven. Dat belooft hij, daar mag je op hopen en vertrouwen, daar bidden we ook voor jullie. En zo wordt het huwelijk eigenlijk heel mooi. En is het belangrijkste doel van jullie relatie, van jullie huwelijk, dat je dus elkaar trouw zijn, elkaar lief hebt en ook samen gericht bent op God en die wind onder je vleugels toelaat. En zo vieren we vandaag dat God jullie heeft gemaakt als twee prachtige mensen met een prachtige bedoeling. Jullie mogen elkaar elke keer weer opdragen aan God. Je mag elkaar dragen naar hem. We geloven ook dat het huwelijk, dat niet het einde is. Je hoeft het huwelijk ook niet te idealiseren. Dat is helemaal het einde. Nee, dat is helemaal niet het einde. Het einde is als Jezus terugkomt en als je dan samen voor hem staat. En als je dan kunt zeggen van, voor hem hebben we het gedaan en nu hebben we ons doel bereikt. Dus het huwelijk is niet het einde, maar dat wat nog komt, die grote bruiloft, dat is het einde. Draag elkaar daar naartoe, bid elkaar daar naartoe en zorg dat je doelgericht blijft in je huwelijk. We gaan er ook over lezen, lieve mensen, en dat doen we uit de Bijbel in gewone taal. Psalm 40, vers 1 tot en met 11. Even kijken, want ik had dat geloof ik, ja. Psalm 40, dat heet in de Bijbel voor in gewone taal, die jullie straks ook krijgen trouwens, hij ligt hier al klaar. Een lied van David voor de zangleider. De Heer heeft mij gered, gaat het over. Ik wachtte op de hulp van de Heer en hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft mijn gebed gehoord. Ik dacht dat ik zou sterven, maar hij haalde mij uit de ellende. Hij redde mij van de dood, hij bracht mij naar een veilige plek. Ik kan weer leven zonder angst. Daarom zing ik een nieuw lied, een danklied voor hem, onze God. Alle mensen moeten horen dat hij mij heeft gered. Dan krijgen ze eerbied voor de Heer. Dan zullen ze op hem vertrouwen. Gelukkig zijn de mensen die op de Heer vertrouwen. Ze gaan niet om met trotse mensen die geloven in andere goden. Heer, mijn God, u zorgt voor uw volk.
U hebt veel wonderen voor hen gedaan. Niemand is zo machtig als u. Ik wil erover spreken. Ik wil het allemaal vertellen. Het is meer dan ik kan zeggen. U vraagt mij niet om offers, maar u wilt dat ik naar u luister. Daarom zeg ik, hier ben ik. De woorden in uw boek gaan over mij. Ik wil doen wat u van mij wilt. Uw wet staat in mijn hart geschreven. Ik wil over uw goedheid vertellen aan alle mensen van uw volk. Ik kan niet anders, ik moet erover spreken. Dat weet u, Heer. Ik zal niet zwijgen over uw goedheid. Ik zal spreken over uw trouw en uw hulp. Ik zal vertellen over uw trouw en uw liefde. Nou, als dat nou eens waarheid wordt in jullie huwelijk. Dat klinkt best heel enthousiast, hè? Ja, ik lach nu, dat moet ik helemaal niet doen. Want dat hoop ik echt. Dat je over je huwelijk, dat je over je leven samen kunt zeggen, wij zijn twee mensen die vertellen over de goedheid en de trouw, want iedereen moet het weten. En dat begint natuurlijk ermee, dat je ook in jezelf hebt ontdekt, van hé, waar heb ik nou die goedheid en die trouw van God ervaren? En eigenlijk wil ik daar een beetje met jullie naar op zoek. Er staat in Psalm 40 ook in een andere vertaling, u geeft mij een lied in de mond. Nou, dat kan je afvragen, dat kan je regelmatig afvragen in je leven. Welk lied geeft God mij in de mond? En dan kun je denken, van, nou, dat lied dat we net deden, oké, dat wordt je dan in de mond gegeven. Maar welk lied geeft God je in de mond als je nadenkt wat er in jouw leven gebeurt, wat er in jouw leven gaande is? Dat je niet in een boekje gaat zoeken naar een liedje, maar dat je in je hart en in je eigen leven gaat zoeken naar een lied. Waar ga jij dan over zingen? Over dingen die je beleeft. Over dingen waar je ontzettend blij mee bent. Over dingen waar je verwachtingen van hebt. Of misschien wel over iets waar je ontzettend van baalt, waar je verdrietig van bent en waar je niet zo goed mee omgaat. Dat je een lied wil zingen van God, ik weet het niet, help mij. Welk lied geeft God jou in de mond? Weet je wat ik dan mooi vind? Dat Jan en René dan vertellen dat jullie gewoon in elkaar best wel een heel bijzondere liefde hebben gevonden. En dat je allebei ook wel eerder iets met iemand anders hebt gehad. Dat ook wel tot teleurstellingen en tot pijn heeft geleid. En dat je bij elkaar iets gevonden hebt wat je eigenlijk nog niet ergens anders had gevonden. Toch, zo mag je dat toch wel zeggen? Nou, daarom zit je hier natuurlijk ook vandaag. Maar dat is wel heel mooi. Dat is iets waar je van kan zingen. Hè? Dat hebben wij van God gekregen. En ik vind het dan ook wel bijzonder als René daar dan iets bij vertelt van, jij bent met heel veel mensen omgegaan op Rozenburg, hè, was het geloof ik. Nou, en soms dan laat je wel eens even iets merken wat dat voor een wereldje was, zeg maar. En dat was niet zo'n fijne wereld, dat was ook wel een harde wereld, zeg maar. En een beetje, ja, mag ik zeggen, straatcultuur, zoiets van hard opkomen voor jezelf. Of niet? Maar in ieder geval een wereld waar je ook wel gewoon teleurstellingen in hebt opgelopen. Nou, en dat je dan Psalm 40 leest. En dat je in Psalm 40 iets merkt van, hé, hey, er is iets gebeurd in mijn leven dat ik ja, uit een moeras, zo heet het dan in Psalm 40, ben gehad. En dat ik weer op vaste grond ben gezet, zeg maar. En dan hoor ik jullie zeggen dat je eigenlijk met elkaar ook weer in een andere wereld terecht bent gekomen. Nou, dat is eigenlijk een nieuw lied. Je zingt een lied over je leven. God heeft mij vaste grond onder de voeten gegeven. God heeft mijn leven anders gemaakt en mooier. En dat zit in Psalm 40 dan op zo'n manier dat het ook gaat over, ik heb op God gewacht en hij boog zich naar mij toe. En dat vind ik wel heel gaaf, dat eigenlijk ja, een beeld is van Psalm 40. God boog zich naar mij toe. Het gaat er eerst over dat jij op God wacht. En wachten, dat heeft in de Bijbel vaak te maken met dat je een lijntje hebt gespannen tussen God en jouzelf. Tussen Gods hart en jouw hart. Hè? Zo, het is ook wel iets heel intiems, zeg maar. Dan. Je wacht op God. Er zit iets intiems, er zit een verwachting. Je weet nog niet precies wat het is, maar er is een lijntje. En wat er op die lijn gaat gebeuren, weet je nog niet, maar de lijn is er wel. Je wacht op God. En toen jij zo met die lijn aan God verbonden was, toen boog God zich naar jou toe.
En hoe deed hij dat dan? Ik denk dan in de Bijbel ook aan Jezus. Dat Jezus eigenlijk op de meest bijzondere manier zichtbaar maakt dat God zich naar ons toe buigt. He, Jezus is de Zoon van God. Jezus kreeg van zijn Vader in de hemel, van God, de opdracht. Jij moet naar die mensen gaan om ze op te zoeken, om ze terug te halen. Om die mensen weer met mij te verzoenen. Er moet weer vrede komen tussen die mensen en God. En daarom boog Jezus naar beneden om ons te vinden. En zoals je dat bij een kind kan doen, hè? Dat je niet een beetje zo met je handen in de zak, een beetje achterover tegen een kind staat te praten, maar dat je naar dat kind, dat je door je knieën gaat en dat je naar dat kind buigt, dat je met dat kind op ooghoogte wil staan. En dat je zo contact zoekt. God buigt zich naar ons toe. Je mag heel persoonlijk ontdekken dat God zich naar je toe buigt. En zo heeft Jezus mensen aangeraakt. Zo heeft hij mensen genezen, heeft hij mensen vergeving gegeven. Hij heeft ze geleerd wie God is. Hoe ze zich met hem kunnen verzoenen. En als Jezus zich dan buigt, dan denk ik eigenlijk dat het meest indrukwekkende moment dat Jezus zich buigt, dat is dat hij aan het kruis hangt. Jezus is aan het kruis gehangen om daar te sterven. En toen hij stierf, toen boog hij het hoofd. En voor wie boog hij het hoofd? Dat deed hij voor Romeinse soldaten die helemaal niks in hem zagen. Ja, wat een bijzondere man. Zo, zoon van God, zeg, zei zo'n soldaat. Maar het was niet echt een geloofsuitspraak of zo. Dat waren juist de soldaten die Jezus ook met spijkers en een hamer aan het hout hadden vastgetimmerd. En die hadden zijn kleren verdeeld. En die hadden spelletjes met hem gespeeld. Die hadden geen respect. En Jezus die doet niet hooghartig zijn hoofd omhoog om over die mensen heen te kijken. Maar hij buigt het hoofd voor ze. Hij komt naar ze toe. Hij buigt naar hen toe. Naar die tegenstanders, naar die vijanden. Degene die blij waren en het prima vonden dat hij aan het kruis hing. En waarom boog hij nou het hoofd? Omdat hij de spiraal van afwijzing, van wraak, van veroordeling, van haat, van mensen die uit elkaar groeien en tegenover elkaar komen te staan, die spiraal wilde Jezus doorbreken. Hij hing aan het kruis en hij boog zijn hoofd. Met het ultieme voorbeeld van dienen, van liefhebben, van er voor de ander willen zijn en bij de ander willen zijn. God boog zich naar de wereld toe in Jezus. En dat doet hij ook bij ons. Hij redt mij. Hij redt jou ook uit de modder waar je soms in terecht kunt komen. Hij redt je uit de put, uit het slijk, zegt Psalm 40. Uit een vervuild leven waar dingen gebeuren waar je nooit meer mee te maken wil hebben. Waar je misschien wel voor schaamt of die je weer helemaal boos of verdrietig maken. Waar je ook met je eigen zonde en je beperkingen wordt geconfronteerd. Het gaat zelfs in Psalm 40 over de kuil van het graf. Je zou erin omkomen. Het is verstikkend. Je leven gaat eraan. Als je leven in de dynamiek van die krachten was gebleven, dan was je verbitterd, teleurgesteld, het leven was uit je weggestroomd. Maar God boog zich naar je toe. God buigt zich naar jou toe. En naar jou. God buigt zich naar jou toe. Omdat hij niet wil dat je in die put, in die sores, in dat moeras, in die modder blijft. En hij buigt zich naar je toe, zegt de psalm, om je op een rots te zetten. Op stevige grond, op een fundament. En de rots, Jezus zei later, ik ben de rots. Ik ben het fundament onder jouw leven. Ik geef stevigheid. En nu heb je zekerheid. Nu heb je rust. Nu heb je een plan met ons. René die gaf aan, ja lekker hè, dat water. Maar jij gaf een tijdje geleden aan van, dat je in de kerk, dat je daar ook wel een soort van, hoe zei je dat, kracht en welkom voelt. Die woorden gebruikt hier geloof ik. Hè? Dat er een sfeer is waar je mag zijn, dat het oké is en dat je ook gewoon energie geeft ofzo. Hier hoef je er niet voor te vechten of zo. Hier hoef je er niet voor te knokken.
Hier mag je er zijn en nou, je mag arise and shine, zeg maar. Dat is wat in Gods liefde, in Gods aanwezigheid mag gebeuren. En dat vond ik heel mooi dat je dat zei. Want volgens mij is dat ook precies wat God doet met mensen. Hij geeft je een welkom, hij geeft je de erkenning die je nodig hebt. Je hoeft er niet voor te vechten. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat je er mag zijn. En dan kom je tot rust en dan kan je weer gaan leven. Dan voel je weer power in je lijf. Nou, dat gaaf, René, dat je dat zegt. En dat is ook wat Psalm 40 zegt. Hij zet mij op een rots. Ik mag weer overeind. En ik mag weer stevigheid voelen. En dan komt er een lied in mijn mond. Dan komt er een persoonlijk lied van wat God in mijn leven deed. En ik hoop eigenlijk, René, dat je ook nog eens een keertje gaat zingen. Ik weet niet hoe dat dan klinkt, maar dat echt, dat je gewoon zo blij bent met de daden van God. En Jan ook, hè. Dat je de dingen die God in je leven doet, hoef je niet mooi te kunnen zingen, maar die dingen van God, die zijn mooi. En dat je dat wilt delen, zoals Psalm 40 het zegt, God heeft mooie dingen in mij gedaan en die hoeven we niet te verzwijgen, die mogen klinken. En dan wens ik jullie toe, en daarmee wil ik afsluiten, niet dat je gelijk moet gaan zingen, maar wel, zo wil ik het dan zeggen vanmiddag, dat je huwelijk een lied mag zijn. Dat er voortdurend reden is van, oh, dit is mooi, dit is gaaf. God zet me op een rots. God buigt zich naar me toe en hij geeft me nieuwe kracht. En dat dan die energie komt om het ook te vertellen, om ervan te getuigen. En dat God jullie op een podium zet waar je elkaar trouw en liefde mag geven. En waar je ook kunt schijnen voor andere mensen. Waar je elkaar kunt vergeven. Waar je samen sterker bent om ook met de moeilijke dingen van het leven om te gaan. Waar je ook voor elkaar kunt buigen. Want soms valt de een en soms valt de ander. En mag je buigen om de ander ook weer overeind te zetten. Ik wens jullie toe dat jullie huwelijk een lied mag zijn van liefde. En dat God de wind eronder kan houden. Amen. We gaan een lied zingen van Selah. Een toekomst vol van op alle liederen die we zingen. Zijn overigens aangedragen door Jan en René. Niet dat ik me aan de verantwoordelijkheid wil onttrekken, maar het is wel leuk om te weten, toch? Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Anders, u alleen leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. Zwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft
geeft een toekomst vol van hoop. Vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het beloofd. Niemand anders, u alleen. U alleen. Leidt ons door dit leven heen. Hey Jan en René, ik mag jullie nog iets doorgeven uit het goede nieuws van de Bijbel. Namelijk dat Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen luisteren naar de stem van God. En dat willen jullie. In Psalm 128 wordt die belofte gegeven. Iedereen die de Heer vreest, wordt geluk gewenst. Als je wandelt met hem, mag je zegen op je levensweg verwachten. Natuurlijk kent ieder huwelijk ook zorg, moeite en verdriet. Maar je mag dan leven in het vaste vertrouwen dat God je blijft helpen. Zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zou verwachten. Hij belooft als hemelse vader voor jullie te zorgen en roept je op in alles op hem terug te vallen. Zoals de Heer jullie schuld wil vergeven, zullen jullie ook elkaar je zonden en tekortkomingen vergeven. En daarbij kun je telkens putten uit de bron van zijn genade. Ook mag je zeker weten dat je huwelijk door Gods geest geheiligd wordt. Daardoor krijgt je huwelijk zin en mag het meewerken aan de komst van Gods koninkrijk. Het is het moment om te gaan staan en een beetje naar voren hier op te stellen, is dat goed? Zo. Nou, staat een beetje lekker. Ik heb een paar dingen voor jullie. Wie maakt er nou daar een foto van? Nou, Jan zat aan die kant, hè? Goed. Hey, bruidegom Jan en bruid René. Luister naar wat de Heer van jullie verwacht. Jan, heb je vrouw René lief, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Vrees de Heer, leef verstandig met René en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zul jij vrijuit tot God kunnen bidden en ook verhoring ontvangen. Ga René voor in een leven met de Heer, draag zorg voor haar, geef haar geborgenheid en liefde en aanvaard haar liefdevolle steun, als hulp die Christus jou geeft. René, bruid. Heb Jan lief. Help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem in liefdevolle, met liefdevolle zorg. Aanvaard zijn geborgenheid die Christus door hem aan jou geeft. Vrees de Heer. Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laat je goede werken je sieraad zijn. In het gezin en ook daarbuiten. Blijf elkaar trouw. Leef beide van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor je gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo dat je een zegen bent in de samenleving en in de gemeente. Nou, jullie mogen elkaar de rechterhand geven. En dan hebben we een aantal vragen nog voor jullie. Eerst aan Jan. Jan. Let je op? Goed zo. Beloof je hier. Voor God en zijn gemeente in liefde voor René, je vrouw, te zorgen. Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede,
in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden. Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Wat is jouw antwoord, Jan? Ja. René, beloof jij hier voor God en zijn gemeente in liefde voor je man Jan te zorgen? Beloof je hem te helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten en hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Oké, hebben we het allemaal gehoord? Ze zeiden allebei ja. Hey, ik wil graag jullie de zegen van God geven. En daarna gaan we ook voor jullie bidden. En zingen we aansluitend ook een lied dat, om die zegen te bevestigen. En daar ook allemaal, om dat allemaal hardop ook jullie toe te wensen. Kunnen jullie knielen? Goed, hey, je krijgt de zegen, man. Dan gaat het straks wel weer beter, Jan. God onze Heer, die jullie tot het huwelijk heeft geroepen, verlenen jullie door zijn Heilige Geest de kracht om je belofte na te komen, alle dagen die Hij jullie samen schenken wil. Hij verbinde jullie met ware liefde en trouw en geven jullie zijn zegen. Amen. Blijf nog even zitten. Wij gaan voor jullie bidden. Almachtige God, Vader in de hemel, we prijzen uw goedheid en wijsheid. U hebt het huwelijk gegeven, maar we zien die wijsheid in al uw werken. U hebt de mens als man en vrouw geschapen. U bracht Adam en Eva samen met de bedoeling dat zij een eenheid voor het leven zouden zijn. En dat doet u ook met Jan en René. U hebt ze aan elkaar gegeven en aan elkaar verbonden. We danken u dat ze elkaar lief kregen, elkaar trouw wilden beloven voor het leven. En we bidden u op deze dag, schenk hun uw geest, zodat ze deze belofte kunnen nakomen. Wilt u zelf met hen meegaan en ze in bescherming nemen te midden van alles wat er in deze wereld aan de hand is. Houd hen aan elkaar verbonden in alle omstandigheden, in voorspoed en tegenspoed, vreugde en verdriet, gezondheid, ziekte. Geef dat ze elkaar blijven liefhebben door alles heen. Geef dat ze elkaar helpen, elkaar trouw zijn. Leer hun bovenal in eenheid met Jezus Christus te leven. En dat ze elke keer weer zullen bidden en zullen merken ook dat de wind van de Geest onder hun vleugels is en hen draagt en hen de liefde geeft die ze nodig hebben. Mag hun huwelijk zo een mooie afspiegeling zijn van uw liefde voor ons. Help hen samen om ook echt vanuit het evangelie te leven. Geef ze geloof, een vast geloof, zodat ze van harte bereid zijn naar u te luisteren, door u gevoed te worden en geïnspireerd en daarmee ook de macht van zonde te weerstaan. Trouwe God, schenk hen uw zegen. Maak hen in woord en daad getuigen van uw liefde. Maak van hun huwelijk een lied, dat uw naam door hem geprezen wordt. En we bidden ook dat zij samen met heel uw kerk mogen uitzien naar de dag van de grote bruiloft die er nog aankomt. De bruiloft van het Lam. Die grote dag waarop het leven één feest wordt. Wilt u ons verhoren, barmhartige Vader? Door Jezus Christus, onze Heer? Amen. Amen. Wij gaan jullie toezingen een gebed om zegen. Dat is opwekking 710. Ga daar gerust bij staan. En maak, als je dat fijn vindt, een zegenend gebaar naar Jan en René. Gaan jullie staan? Op de weg die ik moet gaan.
op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij. Steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons, waar we in geloof voor leven. Zegen ons, waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons, tot in eeuwigheid. Vader, maak ons tot een zegen. Tot bron van zegen zijn. Gaat u zitten. Jullie nog even niet? Ja, nee. Vanuit de kerk willen we graag jullie ook een cadeautje geven. Dat hebben we al besproken. Dat lied net, daar stond ook in dat je allemaal zegenend nabij bent. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat je als christenen zegen ontvangt. En dat je zegen geeft, maar dat je zegenend nabij bent. En ik hoop dat jullie dat ook zullen merken, Jan en René
En dat je dat met elkaar ook voelbaar, tastbaar zult merken. Maakt. Jullie wonen natuurlijk in Spijkenisse, dus niet echt heel erg zegenend dichtbij. Maar daar kan altijd wat aan gedaan worden natuurlijk. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja, nee, maar dat gaat niet zozeer om die afstand, maar het gaat er wel om dat je, ik hoop dat jullie ook gewoon merken dat er in je familie, maar ook in de SGA, mensen zijn die zegenend dichtbij zijn. En nou ja, ik wil dat zelf doen, zolang als ik het kan, maar ik hoop dat er ook andere mensen zijn die zeggen van, die ook gewoon soms vragen, hoe gaat het met jullie? En nou, daarin meeleven en dat je daar ook gewoon de veiligheid, de openheid, de zegen van God in mag ervaren. Ik wens je dat toe. Ik wens je dat ook toe als het gaat om God zelf. Dit is het woord van God. Je krijgt het mee omdat we belangrijk vinden dat elke dag de Bijbel in je leven, in je huwelijk opengaat. En dat die stem van God klinkt. En ik hoop dat je elke keer weer een beetje meer zult ontdekken dat het niet zozeer een moeilijk, dik boek is, maar dat het de stem van God is. En dat staat ook in Psalm 40, dat je ontdekt in dit boek, dit gaat over mij. Als God wat zegt, dat jij dan denkt van dit gaat over mij. Nou, als je dat ontdekt, als je dat elkaar kan laten ontdekken, dan ga je nog mooie dingen beleven met dit boek. Van harte gefeliciteerd Jan. En René ook. Van harte gefeliciteerd. En dit is het cadeau van de SGA. Ja, jullie zouden er nog wat in stoppen, hè? Ja, ik heb hem in de... Goed zo, dan gaan we dat straks even checken, dat je dat erin stopt. Ja. Je mag weer die mannen van hun plek verjagen. Hey, jullie ook gefeliciteerd. Families, vrienden, allemaal van harte. Ja, sorry. Wij gaan een inzameling houden. En die inzameling is voor de werkgroep Roemenië op verzoek van Jan en René. Nou, dat is wel mooi, hè? Ik kan het niet in het Roemeens zeggen, maar er zijn ook mensen uit Roemenië in de kerk. Er is allerlei verbondenheid, allerlei inzet voor elkaar. En u kunt digitaal geld geven. Straks is er bij de uitgang ook nog iemand die dan met een collectezak daar staat. Dan kan je ook gewoon je zakken legen. En het is werk, de werkgroep Roemenië, dat door een heleboel mensen hier ook in de kerk een warm hart wordt toegedragen. Nou, de collecte is ervoor. Laten we het ondersteunen. Als laatste lied zingen we nu, Ik zal er zijn. En voor wie het niet weet, Ik zal er zijn, dat is de naam van God. Zo heet God. Ik zal er zijn. Je kunt op mij rekenen. In het Hebreeuws is dat Yahweh. Zo klinkt het in het Hebreeuws. Maar God heeft een heel mooie naam. Ik zal er zijn. Je kunt op mij rekenen. Nou, daar gaat het lied over. En dat heeft God beloofd aan Jan en aan René. En dat mogen we allemaal ons realiseren. Hij zal er zijn. Je kunt op hem rekenen. Zullen we dat gaan zingen? En dan daarbij gaan staan wat mij betreft. How wonderful, Lord, is your beautiful name, the King of creation, all heaven proclaims, a mystery so deep and a treasure so rare, your name. Joy and
Lieve mensen, leef onder Gods vriendelijke ogen, onder zijn uitgestrekte handen en wees daar gezegend. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de eenheid met de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen. Gaat u nog even zitten? Ik denk dat de ceremoniemeester nog even wat dingen wil zeggen tegen ons. Voor we allemaal onze eigen kant op rennen. Nee? Oké, ze schudt van nee. Dan wens ik u allemaal een heel mooie dag. En vinden we allemaal onze weg wel kennelijk. Zijn onze handen bereid om te doen wat u van ons vraagt? Hier zijn onze lippen gewild om te spreken wat u behaagt. Ons liefdeslied, o Heer, ons leven tot u. Zijn onze ogen geopend om met uw inzicht te zien? Hier zijn onze voeten gereed om te gaan zoals u ons dient. Ons liefdeslied, o Heer, ons leven tot u. Ons leven.